Amateurarcheologe Hanneke van Alphen was het die in 2014 de eerste vondsten deed van deze vroeg middeleeuwse begraafplaats in Uden. Het zogeheten Merovingische tijdperk. Ik kijk nu naar een heel robuuste man die een voorwerpje op zijn tong heeft liggen wat een gouden muntje is. Maar ook een bijl, een speer en een zwaard werden aangetroffen in dit graf. Waren dit rijke mensen? Ja, ik denk het wel. In die zin dat ze dus de materialen meegekregen hebben in het graf. Ja, dat geef je niet zomaar mee. En dat geldt ook voor de grafgiften die de vrouw meekreeg. Sieraden uit de Merovingische periode. Er zit barnsteen tussen, er zit sepia uit Turkije, er zitten Romeinse kralen tussen. Dus ja, er is iets heel aparts aan de hand met die mensen die daar zijn gaan wonen. Want die hadden zoveel mooie materialen. Het gouden muntje onder de tong was het betaalmiddel voor de reis naar Dinamaals. En in de pot aan haar voeten zat eten voor onderweg. En aan drinken was ook gedacht. Het is glas, het is een buidelbekertje, het zwarte is... Er zijn er 9 van in de wereld. Heel uniek. Dus heel uniek. Uniek, maar vooral zeer mysterieus, is een recent opgedoken sleutel. Een sleutel past op een slot van de kapel, van een kist, van een schatkist. Een sleutel die niet past en niet thuis hoort in de Merovingische periode. Ja, misschien een heiligdom, misschien... We weten het niet. Wetenschappers zijn inmiddels hard op zoek naar de herkomst van de mysterieuze Udense sleutel. En dan wordt er eerst dus verder gekeken naar waar het materiaal precies uit bestaat en waar ze een gelijke kunnen vinden. Want in Nederland is geen gelijke. Maar hij is ook heel mysterieus. De sleutel van misschien wel een schatkist. En de graven met giften voor die lange onbekende reis naar Dinamaals zijn te zien in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.